maar één keer per jaar bakken of twee keer per wat jaar. Wat treft het dus dat je nou toevallig aan het bakken ja, bent? Ja, want normaal ben ik aan het pottenbakken zelf, want ik maak zeg maar één of twee potten per zaterdag. En ik moet natuurlijk, ik verstook bijna 2 kubieke meter hout zo meteen, gesplitst hout. Ja, dus ik ga dadelijk bijna een halve zaterdag zitten hakken. En dan is hij nog 100 graden. En dan kan hij rustiger afkoelen. En dan hebben we aardewerk. Dit is gewoon klei, zeg maar. Dat is gewoon gedroogd. Dat is ongeveer 2 weken droog. Maar als ik hier water in doe, dan lost het weer helemaal op. En krijg ik weer klei gebakken een keer. Kijk. Hoor je het? Prachtig mooie klank. En dan weet je ook dat hij heel is. Als hij zo mooi klinkt, dan is hij heel. Er zit er geen scheur in. Nou, en dat zie je ook, dat er gestookt is hier. Want hij wordt natuurlijk met hout gestookt hieronder. Dus dan krijg je al die vlammen krijg je erin. En in de ijzertijd hadden ze dit soort aardewerk. En alleen, dan gaan ze dat in het vuur zetten. En dan wordt het helemaal zwart gebrand natuurlijk. En ze bakten maar 1 keer. Dus het biscuit bakken. Deze pot is aan de binnenkant geglazuurd. Dat hadden ze niet. Maar die gaat dan nog een keer in de oven. Dan wordt die voor de 2e keer gebakken. En dan moet het een hele mooie fijne laag worden. Net als wij thuis hebben dat aardewerk. En dan kan je hem goed schoonmaken. Dit wordt een kookpot. Dat is de bedoeling. En, om hem dan netjes schoon te maken moet er een beetje een gladde laag in zitten. Die mensen hadden dat niet. Want die gebruikten gewoon elke dag dezelfde pot. Deed je water in, schoonmaken. Je zet hem op vuur, water koken. En je maakte er weer soep van of een of andere haché-achtig gebeuren. Ja, dat is het pottenbakken. Je moet minimaal 650 graden halen met aardewerk. Want onder de 650 graden, als het dan weer nat wordt, wordt het weer klei. En daarboven is het onomkeerbaar. Dus als we maar hoog genoeg zijn, dan kan het niet meer terug veranderen. Dus dan kan er water in en kunnen we het gebruiken als kookpot. Nou, afhankelijk van de kwaliteit van het aardewerk of van de leem die we daar hebben liggen, kunnen we de temperatuur omhoog brengen. We kunnen ook nog die leem verrijken met schelpjes, met zand, met andere aardewerk. Dat we fijn hakken en er doorheen gooien. Dat heet het chamotte. Dat is ook andere stoffen kunnen we ook toevoegen, zoals die schelpjes, komt de kalk in. En dan worden die temperaturen kunnen we hoger halen. Dus met die pure leem die daar ligt, halen we, als we daar 800 graden mee stoken, dan gaat het smelten en verbranden. Gaan we het verrijken, dan kunnen we er misschien wel 1000 graden mee halen of 1100 graden mee halen. Dat is gewoon een kwestie van ervaring. Oefenen, oefenen, oefenen. En dan hoe hoger je kan bakken, hoe beter aardewerk je kan hebben en hoe beter de pot is. Dus hoe sterker die wordt. Nou, dat is eigenlijk het verhaal van het aardewerk. Die worden allemaal met de hand gemaakt, trouwens, in de pottenbakkerij daar. Dat betekent pierenrollen. Rolletje, ringetje voor ringetje op doen en dan afsmeren. Draaischijven kenden we niet. Ze kenden wel een soort rieten mandjes en daar die klei in drukken. En dan die rieten mandjes verbranden. Dus dat soort kenden ze wel. Maar niet de draaischijf die wij kennen. Of het gietwerk. Dat hadden ze niet. Dus het werd helemaal met de hand gemaakt. Nou, in principe doen we het net als de smid. We beginnen met stoken. En je ziet aan de rook die eruit komt. En aan de kleur van het vuur, zie je, dan weet je de temperatuur. Nou, hebben wij hier ook een temperatuurmeter in hangen. Om voor onze eigen veiligheid. Dus dan weten we, we hebben de temperatuur gehaald. We hebben goed aardewerk. En we gaan ook niet te hoog. Want wij stoken 1 keer per jaar. Ongeveer, misschien 2 keer. Dan zitten hier 60, 70 potten in. Met 1 zo'n pot ben ik eigenlijk een zaterdagmiddag mee bezig. Met de mensen erbij en noem maar op. Dus er zit hier voor 60 zaterdagen werk in. Zo. Dus dat betekent, als ik het zomaar laat, zeg maar, als het te hoog zou zijn en het smelt, dan smelt het aardewerk. Net als glas. Dan vloeit het helemaal in elkaar. En dan heb ik helemaal niks meer eruit. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. Dus ik probeer, door middel van die temperatuur, probeer ik dan, oh, we zijn er, weet je, om te stoppen. Maar in principe kan je het aan de kleur en aan het roken zien. Bij 500 graden bijvoorbeeld, dan weten we, dan komt het net of je autobanden aan het verbranden bent. Dan krijg je die zwarte rook eruit. Nou, dat weet ik nu, omdat dat soort metingen heb ik gemaakt. Van, hé, ik heb die zwarte stinkende rook, ik zit op 500 graden. Nou, dan moet je een beetje hoger gaan en op een gegeven moment, dan zie je echt, daar zitten hier ook geen bomen meer erbovenheen. Want ik had in het begin al het rookgat. Dat had ik hierboven. En dan gaat het 3 meter hoog komen de vlammen eruit. En die heb hij weggeknipt. Want dat ging zo. Dat gaat op een gegeven moment dat hout gaat vergassen. En daardoor krijg je de enorme temperaturen hierin. Want met gewoon hout kan je natuurlijk nooit zo'n temperatuur aan. We hebben hier al bijna 1200 graden mee gehaald. Dat betekent dat je hier heel mooi super aardewerk kan maken. Helemaal mooi geglazuurd.
Ja, je kan het hier niet. Ik heb hem net dichtgemaakt, want ja, daar ben ik de hele tijd mee bezig. Ja. Maar kijk, die opening loopt taps toe. Dus ik kan bijna naar de achterwand rijden. En zo kan ik dan behoorlijk potten zo opstapelen. Ja. Dus, en dan er zitten er wat groter bij, maar het meeste zijn dit soort formaat. Want dit soort formaat lukt heel goed om te bakken. Ik heb hele grote potten gemaakt van 50, 60 centimeter hoog. Ik denk, nou dat is super, maar die scheurde van boven naar onder. En dat komt omdat in de oven met dat hout stoken, dan krijg ik te veel temperatuurvariatie. Dus nou, de temperatuur varieert te veel van zeg maar 70, 80 graden, schommelt die op en neer. Ja. En nou hoop ik, door dat bovenkant dicht te maken en door de achterkant zeg maar een trekgat te maken, hoop ik de temperatuur wat stabieler te houden. En dat is het hele trucje om dat te doen.